Welkom bij ECG Academie. We gaan weer aan de slag met het ECG en dit keer gaan we geen ritme- of geleidingsstoornis bespreken, maar gaan we bekijken wat veroudering doet met het hart en het ritme- en geleidingssysteem. Je kunt je afvragen, is dat nu zo nodig om te bespreken? Ja, dat is nodig. In veel van mijn vorige video's en toekomstige video's worden veroudering en leeftijd genoemd als belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van ritme- en geleidingsstoornissen. En er is ook veel data die dat uitwijst. Zo zien jullie op deze afbeelding dat door de decennia heen, hoe ouder je wordt, het risico op het ontstaan van onder andere atriumfibrilleren, want daar gaat deze afbeelding over, veel hoger wordt. En hier zijn meerdere studies in meegenomen. En tussen dat rijtje met studies en landen staat ook de Framingham Study. Dat is een ontzettend interessante studie die ook de data heeft geleverd die de basis is van deze afbeelding, waarbij we zien dat de incidentie, dus het voorkomen van hartfalen per 1000 personen, toeneemt naarmate de personen ouder worden. En je ziet dat bij personen tussen de 80 en 89 inmiddels ongeveer 80 van de 1000 personen hartfalen ontwikkelen. En je ziet dus in deze grafiek dat naarmate je ouder wordt het risico op hartfalen steeds groter wordt. En ook deze derde afbeelding laat een vergelijkbaar beeld zien, alleen hier werden dan het aantal myocardinfarcten per 100.000 bewoners onderzocht. En ook hier zie je dat hoe ouder je wordt, hoe hoger het aantal myocardinfarcten dat per 100.000 bewoners of per 100.000 mensen voorkwam. Dan wil ik nog heel even terug naar die Framingham Study die ik zojuist al aanhaalde. Dat vind ik persoonlijk echt een ontzettend fascinerende studie. Die is gestart in 1948 en loopt inmiddels nog steeds met de derde generatie deelnemers. Het stadje waar het zich afspeelt heet Framingham in Massachusetts. En ze zijn begonnen in 1948 met 5209 deelnemers tussen de 30 en 62 jaar oud. En die groep mensen wordt het original cohort genoemd. En met cohort wordt dan eigenlijk een groep mensen bedoeld. En inmiddels is de studie al aan zijn zesde cohort bezig. Het begon dus met het original cohort in 1948. Daarna kwam in 1971 het offspring cohort. Dat waren 5124 deelnemers en dat waren kinderen van de mensen uit het original cohort. En ook partners mochten meedoen, partners van de mensen uit het original cohort, maar wel als die kinderen hadden met hun partner in het original cohort. Generation 3 cohort kwam in 2002 en dat zijn de kinderen van het offspring cohort deelnemers, ofwel de kleinkinderen van de deelnemers van het original cohort. Dus dat is de derde generatie deelnemers. En die groep bestaat uit 4095 deelnemers. En in 2003 is ook nog het nieuw offspring cohort daarbij gekomen. Dat zijn alweer partners van het offspring cohort of ouders van het Generation 3 cohort die nog niet meededen aan de studie. Die hebben ze nog toegevoegd en dat ging om 103 deelnemers. Daarnaast hebben ze nog het Omni cohort 1 en 2 erbij gedaan in 1994 en 2005. En die twee cohorten bestaan uit mensen met een niet-Amerikaanse afkomst. En die zijn eigenlijk gemaakt, die cohorten, om de invloed van met name ras en afkomst op het risico op hart- en vaatziekten te onderzoeken. En omdat in dat eerste cohort en dus ook in de cohorten daarna niet veel mensen van niet-Amerikaanse afkomst zaten. Nou, die Framingham-studie, die onder andere door de Boston University wordt vervolgd, is inmiddels de bron geweest van meer dan 3000 publicaties en is ook de bron van de term risicofactor. Een term die we inmiddels maar al te goed kennen. Maar de risicofactoren die wij nu zo goed kennen en zo vanzelfsprekend vinden, zijn eigenlijk allemaal dankzij deze studie tot stand gekomen. Want deze studie heeft echt veel betekend op dat gebied. In de jaren 1960 werden dankzij deze studie namelijk de eerste verbanden gelegd tussen roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk en obesitas en het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. En ook zagen ze dat dat risico juist afnam bij toename van de lichaamsbeweging. In de jaren 1970 zagen ze met name dat vrouwen na de menopauze een verhoogd risico kregen op hart- en vaatziekten tegenover vrouwen voor de menopauze. Ook zagen ze dat patiënten of mensen met een hoge bloeddruk een toename hadden op het risico van het ontwikkelen van een stroke. In de jaren 1980 werden de eerste verbanden gelegd tussen de positieve effecten van HDL-cholesterol en het risico op hart- en vaatziekten, omdat ze zagen dat een toename van HDL-cholesterol een afname gaf van het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. De jaren 1990 hebben ons de Framingham Risk Score gebracht, waarbij het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in beeld kan worden gebracht over een periode van 10 jaar,
ook bij mensen die ook geen enkele aanleiding hadden om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, dus waar het risico enorm laag leek, kon dat toch berekend worden met deze score. In de jaren 2000 zijn met name de relaties tussen bijvoorbeeld hypertensie en obesitas en het ontwikkelen van bijvoorbeeld hartfalen of coronairziekte beter in kaart gebracht en werd ook gezien dat een hoog normale bloeddruk ook gerelateerd is aan het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Ook met de ontwikkeling van social media werd er gezien dat sociaal netwerk en leefstijl echt een verband hadden met het ontwikkelen van obesitas en daarmee het risico op hart- en vaatziekten. In de jaren 2010 is er vooral veel werk verricht op genetisch gebied, waarbij ze heel veel genen hebben aangetoond die een verband hebben met het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. En ook werden er veel verbanden gelegd tussen hart- en vaatziekten en het ontwikkelen van dementie, en werd ook de ouder-kindrelatie tussen de verschillende cohorten beter in beeld gebracht, waarbij ze echt zagen dat wanneer de ouders bijvoorbeeld dementie hadden of hart- en vaatziekten, dat het risico op het ontwikkelen daarvan voor de kinderen ook direct flink verhoogd was. Ook werd er gezien dat slaapapneu een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, en werd er gekeken naar roken en het risico op het ontwikkelen van longkanker, waarbij ze zagen dat ook al waren mensen meer dan 25 jaar geleden gestopt met roken, het risico op longkanker nog steeds zo'n 3 keer zo hoog was tegenover mensen die niet gerookt hadden. En zo heeft deze studie ons door de decennia heen echt ontzettend veel belangrijke informatie gegeven in de zin van de risicofactoren op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, waarbij ook de link met leeftijd is gelegd. En natuurlijk is deze studie ook nagedaan, of in ieder geval zijn er vergelijkbare studies gestart. Zo is er in Australië de Busselton Health Study sinds 1966, met grotendeels overeenkomsten met de Framingham Study op het gebied van de uitkomsten, maar bij de Busselton Study is met name het risico dus van slaapapneu nog beter in beeld gebracht. En andere vergelijkbare studies vinden ook plaats of hebben plaatsgevonden in onder andere China. In Wales is nog een belangrijke studie gaande. En in Amerika is de Strong Heart Study gaande sinds 1984, die zich met name richt op de Indiaanse bevolking in Amerika, dus de Native Americans. Goed, dat is dus met name het stukje achtergrond dat mij heeft bewogen om deze video te maken en om de gevolgen van bijvoorbeeld veroudering op het gebied van hartritme en geleiding in beeld te brengen. Want gevolgen, die zijn er best veel en die berusten met name op veranderingen in de vaatwand. De vaatwand wordt namelijk minder elastisch en minder compliant, ofwel de vaatwand wordt stijver. En dat heeft weer gevolgen voor het hart. Met name de wandspanning van het linkerventrikel gaat flink omhoog en dat leidt weer tot toename van de dikte van de spierlaag, dus hypertrofie. Die hypertrofie die treedt dus op basis van een verhoogde afterload bij de veranderingen van de bloedvaten. En daarnaast neemt ook gewoon de grootte van de cellen in het myocard zelf toe. Dus je krijgt eigenlijk een hele verdikte grote lompe linkerventrikel die eigenlijk helemaal niet meer zo efficiënt kan knijpen. En dat is op zich nog niet meetbaar in de ejectiefractie, dus in de output van het ventrikel. Maar het geheel wordt wel minder efficiënt en met name diastolische dysfunctie treedt op. Omdat er dus een groot, dik, lomp ventrikel is, heeft die moeite om zich te vullen, omdat die gewoon minder goed kan ontspannen. Je krijgt dus diastolische dysfunctie met behouden van de ejectiefractie, ofwel hartfalen met een behouden, preserved ejectiefractie. De afkorting daarvoor die tegenwoordig veel gebruikt wordt is HFPEF, ook wel HFpEF in de volksmond. En zo heb je ook HFREF, dat is hartfalen met reduced, dus verminderde ejectiefractie. Dan is er wel echt systolische dysfunctie. En naast veranderingen van de vaatwand met gevolgen weer voor de functie van het linkerventrikel of van het myocard, krijg je ook een verandering van de vorm van het hart zelf, met name door toename van de dikte van het interventriculaire septum in combinatie met die wandspanning en veranderde contractiliteit van het linkerventrikel. En dat zorgt ervoor dat het hart van vorm verandert. En daarnaast treedt dan ook nog eens fibrosering op van het myocard, wat nog verder bijdraagt aan de systolische en diastolische dysfunctie die kan optreden. Ik heb op deze volgende dia een afbeelding die het misschien iets duidelijker maakt. Je ziet daar bovenaan dat het begint met het stijver worden van de arterie. Dat heeft weer gevolgen voor onder andere de bloeddruk en onder andere de wand van het linkerventrikel. De dikte van die wand zal dus toenemen ten gevolge van de hogere krachten die die wand te verduren krijgt. Dat heeft dan ook weer gevolgen voor de krachten en volumes die de atria te verduren krijgen en dat kan ook leiden tot toename van de omvang van de atria, dus atriale vergroting. Dat hebben we eerder besproken in een van de video's over de P-top morfologie.
En zoals je op de rest van deze afbeelding kunt zien, zijn er met name heel veel gevolgen voor het ventrikel in de zin van het minder worden of minder efficiënt worden van de systole en diastole, omdat simpelweg de krachten die dat ventrikel te verduren krijgt gevolgen hebben voor de duur en mate van vulling, van ontspanning of juist van contractie. Ook op het gebied van het hartritme verandert er veel. De intrinsieke hartfrequentie gaat namelijk omlaag en er treedt chronotrope incompetentie op. Dat wil zeggen op het moment dat bijvoorbeeld de hartfrequentie omhoog zou moeten, bij inspanning, bij sepsis, bij koorts of wat voor reden dan ook, dan is het hart daar niet meer goed toe in staat. Dit gebeurt eigenlijk allemaal ten gevolge van het vervangen van pacemakercellen voor elastine- en collageencellen ten gevolge van de veroudering, waardoor er dus eigenlijk een afname komt van het aantal pacemakercellen, tot er uiteindelijk echt nog maar iets van 10% over is. En met minder pacemakercellen is het hart dan ook minder goed in staat om zijn ritme en frequentie te reguleren. Ook werkt het sympathisch zenuwstelsel simpelweg gewoon minder goed en het actiepotentiaal van de pacemakercellen die er nog wel zijn, wordt eigenlijk langer. En dat zorgt ook weer voor die afname van die intrinsieke hartfrequentie. Ook de ionenkanalen, waardoor de ionen in en uit de cel stromen en dus gevolgen voor de actiepotentiaal hebben, die veranderen. Zo is er een afname in de snelheid van de uitstroom van kalium en de instroom van calcium. En er is een toename van de natrium- en calciumuitwisseling in en uit de cel. Al deze veranderingen hebben ook weer gevolgen voor de geleiding, omdat het geleidingssysteem natuurlijk ook onderhevig is aan degeneratieve veranderingen, ofwel het ouder worden. Het wordt daarom gewoon minder efficiënt. Dat gebeurt onder andere ten gevolge van calcificatie van de onderdelen van het geleidingssysteem, en omdat ook hier de duur van de actiepotentiaal toeneemt. Dus het geleidingssysteem is gewoon minder efficiënt geworden in het geleiden van een impuls. En daarnaast treden er ook veranderingen op in de gap junctions, eigenlijk het paadje waardoor de impuls van de ene cel naar de andere cel kan. Uiteindelijk leidt dit allemaal tot toename van de refractaire periode en afname van de geleidingssnelheid, ofwel dromotrope incompetentie. Het geleidingssysteem wordt dus gewoon minder goed in het geleiden van een impuls. De veranderingen op structurele basis die ik zojuist heb uitgelegd, dus bijvoorbeeld de hypertrofie van de myocyten en toename van fibrosering tussen de cellen, zorgt naast een minder efficiënte contractie ook nog voor veranderingen op elektrisch gebied, op het gebied van geleiding. Denk dan even terug aan de video over re-entry die ik onlangs gemaakt heb. En re-entry, dat kun je nog wel herinneren, was deels gebaseerd op anisotropie. De impuls moet door een gebied heen worden geleid waar de cellen elektrisch verschillend opgebouwd zijn. Ofwel, daar is een heterogeniteit aan elektrische eigenschappen van de cellen en dus een heterogeniteit aan impulsgeleiding. En dat is echt een hele goede voedingsbodem voor het ontstaan van re-entry of het in stand houden van re-entry, omdat zo'n impuls door zones heen moet waar de geleiding trager verloopt of waar die wordt geblokkeerd. En daarnaast worden ook nog de celprocessen in het hart minder efficiënt. Dus energievraag, de VO2 van het hart gaat omhoog, terwijl er juist minder energie kan worden aangeboden omdat er simpelweg minder ATP kan worden gemaakt, wat de brandstof van de cel is, omdat de mitochondriën in de cel minder goed functioneren. Dat zorgt voor meer kans op ischemie en bijbehorende ritme- en geleidingsstoornissen. En natuurlijk komt dat nog beter tot uiting wanneer er een toename van de VO2 is bij bijvoorbeeld koorts, sepsis en stress. En wat heeft dit nu allemaal voor gevolgen op het ECG? Nou, dat kunnen er behoorlijk wat zijn. Denk bijvoorbeeld aan heel simpel een sinusbradycardie of een toename van de PQ of PR-tijd. Deze kan nog wel normaal zijn, maar wel verlengd tegenover toen de patiënt nog jonger was. De hartas kan naar links draaien ten gevolge van een toename van de massa van het linkerventrikel. Meer massa wil ook zeggen dat er meer elektriciteit plaatsvindt en dat die elektriciteit langer duurt. Maar ook hiervoor geldt, de hartas kan nog normaal zijn, alleen meer naar links gedraaid tegenover het oude normaal. De QRS-voltage kan afnemen en de QT-tijd kan mogelijk toegenomen zijn. Ook zie je een toename van niet-specifieke ST-segment en T-top veranderingen, wat dus kan lijken op ischemie, maar dat hoeft het niet per se te zijn. Het voltage van de T-top kan daarnaast afnemen, en we zien een toename van het aantal ritme- en geleidingsstoornissen. Met name atriumfibrilleren is een heel veel voorkomend fenomeen bij ouderen, zoals we eerder in deze presentatie al gezien hebben. Kortom, we kunnen stellen dat ouder worden niet goed is voor je hart.
Maar het is wel heel belangrijk dat we goed begrijpen dat veroudering nu eenmaal problemen met zich meebrengt. En dat maakt ook dat we sommige problemen die wij tegenkomen heel eenvoudig kunnen verklaren, simpelweg door het ouder worden van de patiënt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Dus tot de volgende keer bij ECG Academie.